De derde dag van het Nederlands kampioenschap regenboog begon met een klein beetje regen, maar het droogde gelukkig al snel op. Er stonden 4 wedstrijden op de planning en die konden met een mooie wind worden gevaren. Dit resulteert in de volgende top 3. Op de eerste plaats de 149 met 31 punten. Op de tweede plaats de 17 met 33 punten. En op de derde plaats de 87 met 45 punten. Morgen staan er nog 2 wedstrijden op de planning en met deze stand is nog alles mogelijk. Het wordt een spannende strijd.